Zwaluwen, een dorp aan een dun draadje. Dorpen, vooral kleinere dorpen in ons land, veranderen in snel tempo. Gemeentelijke herindeling, het sluiten van winkels en het verdwijnen van allerlei voorzieningen hebben meestal een negatieve invloed op de samenleving. Een voorbeeld is Hoge Zwaluwe, een dorp in het westen van Noord-Brabant. Hoge Zwaluwe is nog een levendige gemeenschap, maar hoe lang nog? Een dorp is in principe een verzameling huizen. Bent u daarmee eens? Nee, beslist niet. Je hebt huizen en erin wonen mensen. En die mensen zijn het belangrijkste in het dorp. Dat gaat het om natuurlijk. Een dorp moet een gemeenschap zijn. Dat is wel het ideale beeld. Als je dan kijkt naar wat er tegenwoordig afspeelt in de dorpen, zoals er zoveel zijn, dan zie je toch dat er een heel verschil is ten opzichte van enkele decennia terug. Nog niet zo oud natuurlijk, maar ook ik kan me nog heel goed herinneren dat we een paar jaar terug twee bakkers hadden zitten, twee slagerijen, een kleine supermarkt. En dan praat je toch over de winkels waar de eerste levensbehoeften gehaald kunnen worden. En wat is daar nu nog van over? Daar is eigenlijk niets meer van over. Hoeveel leerlingen hebt u op uw school? Momenteel 34 leerlingen. We hebben drie groepen, de kleuters en groep 3, 4 en 5 en groep 6, 7, 8. En die krijgen gecombineerd les? Ja. Het is een levensvatbare gemeenschap, zeker. Maar ja, er zijn natuurlijk wel bepaalde randvoorzieningen die steeds meer afnemen. Dat is dan wel jammer. Je bent dus aangewezen met je boodschappen. Zelfs voor een liter melk moet je al naar Lage Zwaluwe of naar Malen. U was nog een, mag ik het zeggen, ouderwetse slager? Ouderwets, volambachtelijk. Alles zelf slachten, zelf maken, roken. De mensen kwamen hier een beetje babbelen over thuis en over de ziektes en over de leuke dingen. Over alles eigenlijk, ja. Dus eigenlijk behalve een winkel ook een sociaal gebeuren. Ja, dat was ook zo, ja. Dit is de laatste plaats in Hoge Zwaluwe waar je nog boodschappen kan doen, hè, hier bij u. Ja. Krijgt u nog veel mensen over de vloer? Ja, nog vol. Nog zat, hoor. Ja? Ja, een vrouw, man, dat zat hem met zeggen dat. Ja, ik ben 85, of mevrouw 85 en ik bijna 89 in november, ja. Heb je er nooit over gedacht om te stoppen met die winkel? Nou, ik wel. Maar mevrouw is er zo aangebonden. Die herkent die mensen, die omgang met die mensen, kent ze niet meer. Die aanspraak niet, hè? Die kent ze niet missen. Hey, en de winkel ook niet, want dan zit ik soms in de kamer en dan hoor ik niks. En dan kom ik hier kijken en dan staat ze daar met zo'n fles af te doen en de bankje zo rustig. Hey. En daarom zou ik zeggen, doet de winkel weg. De brandweer hier is een aflopende zaak, hè? Ja, helaas wel. Dat is niet leuk voor het dorp Hoge Zwaluwe. Waarom gaat het hier weg? Ja, er is een landelijk project versterking brandweer. En die hebben alles op de schop gegooid. En dan vinden ze dat kleine kernen, daar gebeurt te weinig. Die kunnen dan weg. Dat is allemaal heel zakelijk, heel berekend. Maar ja, het gaat er ook om mensen hier, vrijwilligers. Hoeveel waren dat er hier? We hadden 14 vrijwilligers voor deze post.
Het is niet alleen dat in die auto vliegen en gaan naar de brand of naar een hulpverlening. Het is ook een sociaal gebeuren natuurlijk. Het was een groep die lieve leed met elkaar deelde. En na de oefeningen een bakje koffie en een biertje dronk. Dat was het gezelligheidsaspect, maar dat is ook een soort sociale binding. En dat is weg natuurlijk. Hè? Dat is weer weg, ja, ja. Geen auto meer achter de carnavalstoet en niet meer bij de popverbranding. En niet meer bij een molendag of monumentendag. Dat is allemaal voorbij. Die rode auto is dadelijk weg uit het dorpsbeeld. Maar gelukkig is het van varen dan nog. Fijn, ja. En daar ben ik ook heel erg blij mee, want ik ben daar voorzitter van en daar gaan we gewoon mee door. Als wij een rondwandeling maken door Zwaluw, hoeveel mensen dat er staan te luisteren en te kijken. Als we bijvoorbeeld terugkomen, als we nou op concours zijn geweest en we komen dan terug, nou, de mensen staan allemaal buiten om ons op te vangen. En te applaudisseren dat we toevallig een eerste prijs hebben gehad. Ja, dat is fantastisch. Het is voornamelijk een agrarisch dorp. Dan zag je ook dat veel mensen toch op het dorp werkzaam waren. De molen draaide destijds nog. Zo waren mensen die meel rondbrachten. Voor de bakker moest brood rondgebracht worden. En zo had je een hoop voorzieningen die toch weer werkgelegenheid, voor werkgelegenheid in het dorp zorgden. Ja, en dat is nu toch grotendeels verdwenen. Ja. Waar werkt u zelf? Ik werk zelf in de gemeente Rotterdam. Het kost je toch een hoop tijd en energie om naar je werk te komen. Maar ja, dat is de keuze die je maakt. Of je gaat vlakbij je werk wonen of je zoekt ander werk. Ja, op het moment dat het werk je bevalt en je werkomgeving, ja, dan maak je toch de keuze om te gaan reizen. Als het mee zit, 's ochtends 3 kwartier en 's avonds gebeurt het nogal eens dat het uitloopt tot 1,5 uur. Je zit vrijwel elke avond in de spitstijden zit je in de files. Die fanfare die neemt toch wel een belangrijke plaats in hier in het dorp? Ja, bij heel veel mensen wel, ja. Ja. Het is ook een van de verenigingen. En wat is er verder nog aan een vereniging? De voetbalvereniging. En dan houdt het op. Ja. Wat is het bijzondere van deze fanfare? De saamhorigheid onder elkaar. U zit er al lang bij? 45 jaar al. Ja, altijd gezellig onder elkaar. Als iemand jarig is, dan wordt er aan de bel getrokken. Dan geven ze een rondje. Dat is al jaren aan een stuk. Ja. En er komen voldoende jonge mensen bij om het gaande te houden? Ja. Ja. We hebben nu weer wat leerlingen. Nee, dat gaat goed. Ja. Ga je dan spelen? Hier bij de fanfare. Je bent niet de enige hier thuis, hè, die muziek maakt? Mijn zusje, die speelt saxofoon en mijn vader en mijn moeder. Omdat mijn man bij de fanfare zit, de kinderen die zijn afgelopen 1,5 jaar geleden begonnen. En moeder zat thuis. En aangezien dat ik best wel in muziek geïnteresseerd ben, leek het me wel leuk om ook een instrument te gaan spelen.
Nou, we zijn bij de ouderenbond gegaan, Jan en ik, mijn man en ik. En dan gaan we zwemmen, donderdagsmorgens. En ook af en toe gaan we naar de bingo. En ik zit zelf op de zang. Nut en genoegen. Ja. 19. Zeventig. Bingo. Weer een bingo. Ja, daar heb ik hem midden in de ring. Ja, de deur ging open. Oh, grootmoeder, wat is het hier toch donker? Oh, kind, dat komt omdat ik zo ziek ben. Toen de Ruba Weerman stond, toen zijn we aan het zoeken geslagen naar ouders die eventueel een helpende hand wilden bieden. En ik moet zeggen, we hebben heel veel respons gekregen. Heel veel ouders hebben een handje toegestoken om de zaak te maken zoals het dus er nou uitziet. Gemeenschapszin? Ik denk dat die echt aanwezig is, ja. Ja, anders zouden we nooit wat we nou gerealiseerd hebben met die vrijwilligers hebben kunnen realiseren. Is dat kenmerkend voor het dorp hier? Ik heb het idee van wel. De mensen die hier blijven wonen, ja, zoals bij ons gezin, ja, die maken de keuze om toch in zo'n dorp te gaan wonen, ook al zijn de voorzieningen niet optimaal. Ja, die hebben er zelf voor gekozen voor dit dorp. Die willen ook investeren in het dorp. Die zijn meer naar binnen gericht. Zijn lid van een vereniging, proberen er met z'n allen iets van te maken. Zijn vrijwilligers in instellingen, organisaties, verenigingen. En zo proberen we toch met z'n allen het dorpsleven voor de grote groep draaiend te houden. Je bent dan wel afhankelijk van de vrijwilligers en je moet er niet over nadenken op het moment dat die vrijwilligers weg zouden vallen.